Breda Nu. Je weet het meteen. Goedenavond Breda, mijn naam is Sam en welkom bij het weekoverzicht. Drie Bredanaren hebben het idee om in Breda een grote wietkwekerij op te zetten. Wij gingen de straat op om te vragen aan de Bredase inwoners wat zij hiervan zouden vinden. Smoke weed every day. Wat zou u ervan vinden als Breda mee gaat doen aan legale wietkwekerij? Dat lijkt me een goed idee. En waarom? Om de criminaliteit buiten spel te zetten, zeg maar. Ja, als dat de criminaliteit daardoor weg zou vertrekken, dan is dat geen verkeerde oplossing. Ja, ik zou het eigenlijk wel een slim idee vinden, want zo zet je bovendien de criminelen buiten spel. Daarnaast, het ligt gewoon dan in handen van de overheid, weet je wel. En dan kun je dat wel beter reguleren en zo. Nou, ben ik wel voorstander van, ja. En waarom? Nou, wat je zegt, de criminelen... Om de criminelen buiten het veld te zetten, ja. U overvalt mij wel, maar ja, ik denk wel dat dat een goed streven is. En waarom? Nou, je haalt de dealers haal je van de straat. Dus ja, is het niet verkeerd. Legale wietkwekerijen, ja prima. En waarom? Nou, zo voorkom je misschien andere, dat mensen zelf voor eigen recht gaan spelen en zelf gaan dealen. En jij? Ja, voor mij zou het niet uitmaken, ze moeten het zelf weten. Verder heb ik niks met wiet of zo, maar inderdaad, anders krijg je net zoals dat mensen thuis plantjes gaan houden. En hoe staat u zelf tegenover het gebruik van drugs? Ik ben zelf tegen, dat wil zeggen, ja, soft drugs, dat moeten mensen zelf weten. Hard drugs is not done. Ja, dat is voor ieder zich. Ik bedoel, dat moet iedereen voor zichzelf weten. En wat vind je van het drugsgebruik in het algemeen of de handel ervan? Ja, verschrikkelijk natuurlijk. Wat moet je daarvan vinden? Verschrikkelijk als je ziet hoe die mensen eraan onderdoor gaan en dat andere mensen daaraan verdienen. Verschrikkelijk. Ja, wie niet, hè? Als je in Amsterdam komt, dan moet je heel goed uitkijken. Dus ik denk dat het hier nog wel meevalt, maar ja, ik ben niet zo bekend hier, hè? Iedereen moet het lekker voor zichzelf bepalen en ik denk dat het geen kwaad kan. En iedereen kan heel goed voor zichzelf denken, dus ja. Een heuse seksrobot. Het klinkt als iets van de toekomst, maar het Bredase Motsu Dolls is de eerste echte aanbieder van een echte seksrobot. Wij gingen langs. Leuk dat je kijkt naar Breda Nu. We zijn hier in de showroom in Breda, bij Motsu Dolls, voorheen Maitenga. En wij verkopen hier sekspoppen. En jullie hebben hier een hele speciale pop genaamd Robin, dat is een robot. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, zij kan dus ook naast de functies die een gewone sekspop heeft, kan ze ook communiceren. Dus je kan gewoon een gesprekje met haar voeren. Ik heet Robin en ben een intelligente seksrobot. Welke mensen is deze pop nou bedoeld? Wat denken jullie, voor wie hebben jullie deze ontwikkeld? Ja, de robot zien we vooral veel vragen uit de zorginstellingen. Vinden het interessant. Dementerende ouderen is het een goede doelgroep voor. We hadden een tijdje terug een ergotherapeut in de showroom die het heel erg zag zitten. Ouderen die gaan toch, als ze dementen worden of zo, dan grijpen ze wel eens een keer een zuster bij de borst of bij de billen. Nou ja, dat kan je dan beter bij een pop doen dan bij een medewerker. Jullie showroom is hier gevestigd in Breda. Waarom de keuze voor Breda? Ja, goed, als we in Dongen of Rijen zouden zitten, dan denken toch mensen van, hé, waar is dat? En Breda is natuurlijk een leuke stad. En we zitten hier op een discreet terrein. Mensen kunnen voor de deur gratis parkeren. Het is al langs de snelweg. Ik ben geboren in Shenzhen, China, en ben daarna naar Motsu Dolls in Breda verhuisd. En vind je dat hier in Breda, hier in de omgeving, voor de mensen die misschien weten dat jullie hier zitten, hoe wordt daarop gereageerd? Ja, in principe merken we daar weinig van. Dan lopen hier natuurlijk in de lunchpauze wel eens wat mensen langs op het industrieterrein. Maar ja, op zich is dat, wordt daar prima mee omgegaan. En wanneer verwacht je dat Robin helemaal klaar is om de markt op te gaan, om klaar te zijn voor de klanten? Ja, de voorinschrijving is vorige week begonnen. En het verkoopbaar product, dat is echt helemaal af is, dat verwachten wij medio 2019. In het kader van de Welzijnsweek werd afgelopen week bij AV Sprint een rollatorloop georganiseerd. Wij keken hoe het er daaraan toe ging. Rollatorlopen is een heel gezellige loop waar zich vandaag zo'n 200 deelnemers voor hebben aangemeld. En wij gaan dadelijk in twee afstanden starten. Eerst start de 1000 meter, daarna de 400 meter. De 1000 meter gaat deels het Masbos in. En we moeten natuurlijk eerst, ook een beetje vanwege het weer, gaan we eerst dadelijk een warming-up doen met de deelnemers. En we maken er gewoon een hele gezellige middag van. Wat vindt u ervan dat u mee gaat doen aan de rollatorloop? Vind ik leuk. En waarom? Ja,
nou, ik bedoel, dat is weer iets aparts, hè. Wat ik nog nooit heb meegemaakt. Nou, dat vind ik fantastisch. Ik heb nog nooit meegedaan. En wat verwacht u ervan? Dat zie ik wel. En de rollatorloop is onderdeel van de VWN-zorgweek. Kunt u iets meer vertellen over deze week? Ja, die week die wordt al voor de 9e keer gehouden. De rollatorloop zelf voor de 5e keer. We zijn afgelopen zondag begonnen met een koffieconcert met Beekse Smart bij Thebe Eipelaar. Het was heel gezellig, we hadden prachtig weer. Dinsdag hadden we het evenement Wereldsmaken bij Huizen Raffi. Dat is een evenement waarbij dames uit de buurt van Raffi, die uit alle landen van herkomst koken zij hapjes en serveren die aan de mensen die daar aanwezig zijn. Er waren ook zo ongeveer zo'n 200 gasten. Vandaag hebben we een rollatorloop. We hebben 200 aanmeldingen gekregen. We moeten even afwachten of dat die ook allemaal komen. Want het heeft natuurlijk vandaag af en toe geregend en het waait flink. Dus het is wat frisser dan eerder deze week. En aanstaande zondag sluiten we dan de Verwenzorgweek af met een meezingconcert bij Zuilen. En ik hoorde dat hij zelfs vanochtend al even heeft geoefend. Klopt dat? Ja, dat hebben ze gezien. Ja, ik loop elke morgen. Hè. Kijk, ik woon hier pal tegenover. En als je ziet dat de baan leeg is, dat mag ik. Want ik ben lid, ga ik hier en dan doe ik 6000 stappen. 1, 2, 3. Oefening bij het kunsten, meneer? Hey, volhouden, dat is de enige manier. Volhouden, kijk, ik heb een begeleiding, zij zegt ik ga u helpen. Ik vind het een leuk meisje. Ik denk dat is gezellig. Maakt het u uit op welke plek u eindigt? Nee, het is altijd goed, ik er maar uit te lopen. Vindt u het niet te koud? Nee, ik vind het helemaal niet koud. Nee, de boerenij schijten, dan is het koud. In het Chassé-theater vond deze week het congres plaats voor de verenigingen Sport en Gemeente. Centraal op deze dag stond het nieuwe gelanceerde sportakkoord, wat een samenwerking was tussen de gemeente, het Rijk en het NOC-NSF. Van harte welkom. Dankjewel. Ja, ze schuiven met u mee en als u hem dan dicht bij de mond houdt, dan is dat perfect. Ik heb vers water voor u ingeschonken. Ik zei het, we zijn zeer vereerd en het is een groot genoegen dat u hier bent. En voordat ik zo even naar het sportakkoord met u wil gaan, wil ik even, want iedereen kent u misschien en misschien ook niet, dus even op persoonlijk gebied vind ik het dan leuk om bijvoorbeeld aan u te vragen als minister, sport u zelf? Ja, te weinig, maar ik doe het wel elke dag. Wat is de belangrijkste rol die gemeenten zouden moeten spelen bij de uitrol van het sportakkoord? Nou ja, het sportakkoord is een landelijk iets en ik wil graag dat steden, gemeenten, provincies daar hun eigen sportakkoord van maken. Wat is belangrijk bij jou in de gemeente om meer mensen lol in sport bij te brengen, als ik dat zo mag uitdrukken? Hoe zorg je dat meer mensen aan het sporten gaan? Bijvoorbeeld kinderen, maar ook mensen met een beperking, mensen die wat ouder zijn. Dat soort initiatieven hoop ik dat die niet alleen op het nationaal niveau op papier worden gezet, maar dat ze vooral op lokaal, op regionaal niveau, samen met alle partijen in de gemeente of in de stad of in de provincie, tot uitdrukking worden gebracht, tot werking worden gebracht. Hoe gaat de gemeente Breda ervoor zorgen dat het sportakkoord ook in onze stad goed tot uitwerking komt? Ja, weet je, de gemeente Breda gaat daar niet voor zorgen. Althans niet alleen. We gaan het samen met alle verenigingen in onze stad doen. Er lopen een hele hoop initiatieven op dit moment die al bijdragen aan het nationale sportakkoord. Hè? Als je kijkt hoe de hockey bijvoorbeeld omgaat met hun initiatief voor sportiviteit en respect. Als je kijkt hoe we met z'n allen in gesprek zijn om een talentencentrum in Breda te laten landen en tot ontplooiing te laten komen. Als je kijkt naar wat de voetbal op de zaterdagochtend doet aan dat soort dingen, de verduurzaming van de accommodaties waar we druk mee zijn, dan is het vooral onze rol om als gemeente om ze bij elkaar te brengen en om dat deelakkoord, die regionale akkoorden waar de minister ook toe oproept, om daar swing aan te geven en om dat te realiseren. Dan kunnen we vooral samen invulling geven aan het sportakkoord. En wat vond u ervan dat er zo'n congres plaatsvindt waarbij de minister, de voorzitter van NOC-NSF aanwezig zijn? Wat vindt u daarvan? Nou, we zijn hartstikke vereerd als Breda dat ze dat hier willen doen. Een tweedaags congres van de Vereniging Sport en Gemeente. Eigenlijk het neefje van de VNG, dat zegt uw kijkers waarschijnlijk niet zoveel. Maar voor ons als overheid is het hartstikke belangrijk dat het hier plaatsvindt. En je zegt het zelf, de minister en de voorzitter van de NOC-NSF. Ja, wat wil je nog meer op sportgebied dan dat naar je toe komt in de stad? De BN de Stem Cultuurprijs is dit jaar gewonnen door Bas van Gils. Wij waren aanwezig bij deze talentvolle avond. Ja, dat is 20 jaar geleden begonnen. Of eigenlijk het jaar 2000 is het begonnen. Johan Diepstraat was een collega van mij bij NHTV. En was bovendien ook recensent bij BN de Stem. En Johan is in september 1999 overleden. En toen hebben René van der Velde van BN de Stem en ik
eigenlijk onafhankelijk van elkaar het idee gehad om de Johan Diepstratenprijs in het leven te roepen. Hoe is zo'n jury nou tot stand gekomen? Ze zijn begonnen omdat het vanuit de BN de Stemprijs gaat. Om te kijken bij de recensenten van BN de Stem, zoals Thijs Bonger, Peter Kors en ik, dat jarenlang waren toen we nog klassieke recensies hadden in de Stem. Jij houdt je altijd bezig met echt hoge muziek en zo. Dan is dit is eigenlijk voor amateurs, is het niet? Ja. Het zijn zeker amateurs, maar dat maakt niet uit. Want ook bij de amateurs zijn er mensen die echt muziek maken. En die dan misschien technisch iets wat minder begaafd zijn dan professionals. Maar ik ken veel professionals die minder muziek maken dan sommige amateurs. Jij bent geen professionele muziekstudent of... Nee, ik ben een bouwkundig ontwerper. En ik heb 9 jaar pianoles gehad van Pieter van Dijk, net de deur, aan de muziekschool. En ik ben er altijd doorgegaan. Dus van 1991 tot 2000 heb ik les gehad. En ik ben daarna doorgegaan op eigen houtje. Ook deze week hebben wij weer een dilemma voorgelegd aan de inwoners van Breda. Het dilemma van deze week was... Voor de rest van je leven om het uur 5 minuten lang wakker worden. Of minimaal 1 keer per dag in je broek plassen van het lachen. We hebben gekeken wat de inwoners van Breda zouden kiezen. Je kan het nu zien. We gaan over broek plassen, hè? Ja, in ons broek plassen. En waarom? Nou, omdat ik hou heel erg van slapen. Dus als ik dan elke keer wakker moet worden, vind ik heel vervelend. En ik hou heel erg van lachen. Dus dan... Dan kan je nog hard lachen. Maar hoe zie je dat dan voor je? Want stel, je bent ergens en je vindt iemand stelt een leuke grap en je plast in je broek. En dan? Ja, ik ben wel voorbereid dan. Hoe ben je voorbereid? Ja, dan doe ik gewoon even een luier aan, denk ik, of zo. Slim. Ja. Ja, dat doe ik ook weer dan, denk ik. Dus, wat kies je? Toch maar de tweede. Want ik lach zoveel op een dag, dan pis ik gewoon de hele tijd in mijn broek. Dus je gaat voor om het uur wakker worden. Ja. Maar dan ga je niet veel nachtjes pakken. Hoe ga je daarmee omgaan? Koffie of zo? Dan toch plas elke dag minimaal 1 keer in je broek van het lachen. Waarom? Ja, dan heb je toch wel lol. Maar ik bedoel, dat kun je toch ook wel gewoon opruimen. Neem je dan wel een extra paar broek mee. Wat kiest u? Nou, dan ga ik maar voor die andere. Deze? Want in mijn broek plassen vind ik niet zo handig. Geen optie. Maar dan moet u om het uur, elk uur wakker worden, 5 minuten lang voor de rest van uw leven. Nou, je maakt het wel moeilijk, hè? Ja. Weet je niet? Maar ja, anders plas je elke dag 1 keer in je broek, begrijp ik. Ja, minimaal 1 keer. Ja, dus stel iemand vertelt een leuke grap, dan moet je plassen en dan heb je ook een probleem. En dan ga ik toch voor die andere. Nee. Wat nee. Kiest u? De eerste. De eerste met slapen. Dus. Ja, ja. Nou ja, plassen in mijn broek doe ik nooit, hè. En dan lekker, voor zo'n 5 minuten van tevoren, dat vind ik wel lekker. Ja, maar als u gaat slapen, om het uur wordt u dan wakker gemaakt en moet u 5 minuten wakker zijn. En daarna mag u pas weer verder slapen. Dus elk uur lang, de hele nacht. Oh, dat vind ik ook niet zo leuk, hoor. Ik vind ze geven tweeën leuk. Dit was weer het weekoverzicht van deze week. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Breda Nu. Je weet het meteen.